Dag dames, ik ben Sandrine van ProNails en met deze video wil ik jullie in deze zwaar en uitzonderlijke periode advies geven hoe dat jullie zelfs uw nagels kan thuis behandelen en verzorgen. Sommigen van jullie hebben de kans nog gehad om uw nagels bij uw nagelstylist te laten doen en die staan picobello, dat is top. Maar voor anderen, het was tijd om uw bijwerking te laten doen en jullie staan nu met een uitgroeiing van 3 of 4 weken misschien en dit afspraak heeft niet kunnen gebeuren. Wat jullie moeten weten is als de nagelstylist de gel nagel plaatst, ze geeft er een heel mooie structuur aan. Die structuur is niet enkel mooi, maar die structuur zorgt voor sterkte op uw nagels en die beschermt ook uw nagels. Als de nagels groeien, die structuur beweegt ook mee. Die zit dan niet meer op de juiste plaats en die gaat je nagels minder beschermen en er zijn risico's voor breuk. Die risico's willen we vermijden en om dit te vermijden gaan jullie je nagels moeten inkorten. Als jullie dit doen, alsjeblieft, doe dat niet met een tang, want een tang kan eigenlijk wel barst in je gelnagel geven en dan komt er een heel veel probleem erbij. Zeker ook lossingenproblemen en dat willen we absoluut vermijden. Dus alsjeblieft, doe dat niet. Om je nagels in te korten, gaan jullie een vijl gebruiken. Liefst een zachte vijl met een zachte griet. Een zachte vijl, dat voelt u ook aan als u met je vinger erop wrijft. De korreltjes is heel zacht. Hier is het een griet van 180. Bijvoorbeeld. Inkorten, dus voor uitgroei van 3-4 weken, als jullie inkorten op dezelfde lengte dan de uitgroei, dat is perfect. Voor dames die langer staan dan 3-4 weken, ik denk aan 5 of 6 weken bijvoorbeeld, of 7 of 8 weken als het geval is, dan is het tijd om je nagels volledig in te korten. Ik ga u straks tonen hoe we dit gaan doen. Eerst en vooral, denk aan hygiëne. Dus ik heb hier mijn handen al gewassen. Doe dit ook thuis met een zeep, een handzeep. Was uw hand voor, heel goed. Nadien, als jullie thuis een ontsmettingsproduct hebt, gebruik die dan ook. Spuit de ontsmettingsproduct op uw beide handen. Wrijft uw hand nog een keer, goed tussen de vingers. Vergeet de duimen niet, vergeet uw nagels niet. En laat het gewoon even droog worden. En vanaf dit moment kunnen wij nu starten. Uw vijl mag u ook ontsmetten. Als u die ontsmettingsproduct hebt, spuit dat ook op uw vijl. Maakt uw vijl eerst droog met een Kleenex. En nu kunnen we echt starten. Oké, nu gaan we op de nagels werken. Dus jullie hebben 2 handen te doen. Ik ben rechtshandig, maar ik ga eerst starten met het werken met mijn linkerhand. Dat is het moeilijkste en dat gaat voor jullie hetzelfde zijn. Belangrijk is dat u eerst een mooi zicht op uw nagels hebt en daarvoor gaat u uw handpalm draaien en uw vingers plooien en op die manier ziet u uw nagels zoals de nagelstylist ze zou zien. Voor uw duim gaat u ook uw duim naar u draaien. Eerst inkorten. Houd het vijl recht tegen de nagel. In vorm geven gaat u het vijl onder het nagel plaatsen. Dus eerst recht om in te korten. Bekijk nu niet naar de vorm. Het belangrijkste is dat u probeert recht te blijven en uw vijl tegen de nagel houdt. Als u tevreden bent van de lengte, dus nu is het eigenlijk zo een gewoon rechte vorm, dan mag u het vijl onder het nagel zetten en werkt u meer op de zijkanten. Als u u niet op uw gemak voelt met het in vorm vijlen van uw nagels, u mag gewoon op een ronde vorm stoppen. Ronde is al in orde. Ik zie ze graag ietsje meer op de zijkant gevijld, dus meer ovaal. Dus ik ga hier een beetje dieper. Als u dit ook doet, houdt uw vijl mooi onder de nagel. Houdt ze niet tegen de nagel, mooi onder.
En u stopt wanneer u met het vorm tevreden bent. Nu moet u het stof wegnemen. Hebt u een borsteltje, dan kunt u dat perfect gebruiken. Anders wrijft u dat gewoon weg. Geniet van deze periode om uw nagel te voeden en uw nagelhem te voeden. Als u, jullie een nagelverhardener hebt, gebruikt die. Gebruikt die zoals een nagellak. Dat is gewoon een laag aanbrengen. Als u een serum hebt, dan mag u deze ook gebruiken. Breng die aan op de natuurlijke nagel en laat het gewoon indringen. Nagelriem verzorgen. Mag dit met een nagelriemolie gebeuren. Dan brengt u dat op uw nagelriem aan. En u hoeft de nagelriem olie een beetje in te masseren. En op die manier gaat uw nagelriem ook mooi verzorgd zijn. Voilà. Doe dit dagelijks. En dit periode wordt dan een heel goede verzorgingskuur voor uw natuurlijke nagel en uw nagelriem. Vergeet ook niet, wij ontsmetten en wij wassen onze handen veel meer dan gewone. Dus het is belangrijk om ook uw handen te hydrateren met een handcrème. Voilà, nu zijn mijn handen klaar. Ik zal mijn andere nagels nog nadien doen. Als de uitgroei u stoort, dan mogen jullie ook een nagellak aanbrengen op de natuurlijke nagel en op de gelnagel, onmiddellijk zonder speciale voorbereiding te doen. Natuurlijk, als jullie al olie en handcrème gebruikt hebt, is er dan een vettige residu op je nagels. Neem dit weg met een watje en dissolvant, op die manier. En dan hebt u geen vettige residu niet meer op je nagels. En nadien kunt u dan eerst de basis van uw nagellak gebruiken. Gebruik liefst een donkere nagellakkleur. Op die manier, eender welke kleur dat op uw nagel zit, dat gaat niet zichtbaar zijn, erdoor. En sluit met de finish. Okay. Dus wat heel belangrijk is, is dat u zeker een vijl hebt. Een voedende serum of een verhardener voor nagels en een olie om in te masseren. Dat is echt om je nagels eerst in te korten, nagels verzorgen, nagelriem verzorgen. Vergeet je handcrème niet en wenst u dan geen uitgroei te zien, doe er nog een kleurtje bij op je nagels. Zo, ik wens jullie heel veel succes met jullie nagels. Ik hoop dat u binnenkort opnieuw bij uw nagelstylist gaat mogen gaan. Dan krijgt u nieuwe kleurtjes, nieuwe looks en zeker nieuwe nail art. Maar voor het ogenblik, geniet van deze ook familietijd. En blijft gewoon veilig thuis. Take care of you. Bye.